Na de laatste Windows 10-update van 2018 zijn er uiteraard weer een aantal dingen gewijzigd. Een van die wijzigingen is het slim groeperen van tegels door deze op elkaar te stapelen. Met deze handige functie houd je beter overzicht over je apps in Start. Hoe je hiermee kunt werken, zie je in deze how-to. Om Start te openen, klik je op de knop Start. Desgewenst kun je dit venster aanpassen door het breder te slepen of hoger. Voor de duidelijkheid, je ziet hier groepen, die kun je ook zelf maken. Dan zet je een aantal tegels bij elkaar en geef je de groep een naam. Dat is in een eerdere auto al ruim aan bod gekomen. Maar als je ruimte wil besparen, maak je mappen. Je maakt een nieuwe map tegels door deze op elkaar te slepen. Ze worden automatisch samengevoegd tot één tegelmap. Je ziet nu kleine icoontjes in een map. Als je op de map klikt, worden de apps toegankelijk. Je herkent een geopende map aan deze pijl. Je kunt hier nu een mapnaam invullen. Als je op de pijl klikt, wordt de map weer gesloten. Je ziet de naam in de map. Je kunt een tegelmap naar elke gewenste positie verslepen. Door die icoontjes uit de map te slepen, verwijder je deze. En als je alle apps uit de map hebt gesleept, verdwijnt de map vanzelf. Tot zover deze how-to over tegelmappen in start.